Hoe trots bent u? Nou, ik ben hartstikke trots op ze allebei. En op ze als echtpaar, dat het gewoon 60 jaar is. Echt een hele lange tijd. 60 jaar, dat is een behoorlijk lange tijd. Dat vinden wij ook. En we kunnen het zelf eigenlijk nog niet bevatten dat het 60 jaar is. Maar het is wel zo. Hoe heeft u het zo lang met elkaar kunnen volhouden? Ah, geven en nemen. Dat is het leven. Geven en nemen. Hoe voelt u zich erbij? Ja, prima. We zijn gelukkig nog gezond. En we wonen nu 30 jaar in Sittard, dus we hebben ons nestje wel gevonden. Hoe bent u hier verzeild geraakt? Mijn schoonvader, ik kwam van Limburg. Want zij is geboren in Maasbree. Hoe hebt u elkaar leren kennen? We hebben 17 jaar in Haarlem gewoond en toen zijn we weer verder verhuisd. En ik ook in Haarlem, omdat mijn vader en moeder verhuisd waren naar Limburg. Wij proberen in onze gemeente allemaal onze burgers die 60 jaar getrouwd zijn, 65, 70 en ook de 100 jaar, proberen we allemaal nog afzonderlijke bezoeken te brengen. Het valt me telkens maar op, en zeker ook u of u zo ziet staan, dat het nog heel vitale, gezonde mensen zijn. Goede gezondheid. Ik hoop een gans dat met de kinderen, kleinkinderen, ik heb gezien ook een achtergrondkind, dat u daar de aankomende jaren nog in goede gezondheid, met veel liefde in Sittard Geleen en Sittard mag wonen. Ik feliciteer u namens de totale gemeente Sittard Geleen. In de hoop ook dat u nogmaals over 5 jaar, zal ongetwijfeld een opvolger zijn van mij, dat u wel anders kan komen om u te feliciteren met de 65 jaar geleden. Veel plezier vanmiddag en zorg ervoor dat u Sittard en Sittard Geleen hoog houdt en komt. Dat doen we. Ik geef u al 30 jaar. Ik geef u eerst het cadeau. Vervolgens geef ik uw vrouw de bloeming en wel een verzoek of uw vrouw mag kussen, want dat is... Ja, nee. Ik denk er wel. Maar nee, weet van mijn vader dat inderdaad bij een 60-jarig huwelijk dat de burgemeester dan langs zou komen. Toen heb ik contact opgenomen met de gemeente en toen heb ik gevraagd of dat inderdaad kon. Toen hebben ze mij toegezegd dat de burgemeester of local burgemeester zou komen op de dag zelf, dat dat mogelijk was. Toen heb ik, om het nog een beetje spannender te maken, heb ik de mevrouw die dat geregeld heeft bij de gemeente naar mijn ouders laten bellen. Met de afspraak dat zij zou vertellen dat de burgemeester wel zou komen, maar dat het echt onmogelijk was om dat vandaag te doen. En dat telefoontje heeft dus ook plaatsgevonden. Dus mijn vader die heel trots aan het vertellen, oh, ze hebben gebeld van de gemeente. En ze komen ergens in deze week of zo, wordt er een afspraak voor gemaakt. Terwijl ik natuurlijk al lang wist dat het vandaag en vanmiddag zou zijn. En ik vind dat dan heel erg mooi dat Sjaak Cox dan op zo'n middag als dit, waar iedereen bij elkaar is, dat hij er dan kan zijn. Ja. Van harte gefeliciteerd en nog heel veel jaren. Dankjewel. En we hopen inderdaad dat we nu kunnen zeggen, we gaan op naar de 70.